Ik heb een tas van zure matte speks en poeder, slingers chocolade om te smelten op het vuur. Oh, bij Marie. Jij hebt een brief, een huisdier en een foto van je tante met je opa aan de muur. Je koffie. Wat kom ik langs en gaan we praten over zaken die normaal niet zo te sprake willen komen op dit uur. Zwart graag. Dan moeten we taarten gaan versieren, problemen te bestieren met een honingzoete vitaminekuur. En we bakken maar door. Nee, we pakken maar door. Je eigen taartenavontuur. Hey. Hoi. Ik ben Abel. Isan. Je hebt me geschreven. Ja. Dan kom ik binnen. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Doe jij de deur dicht? Ja. Goed zo. Zo, man. Hier gaan we werken. Ja. Lekker groot. Ja. Ja. Wil je iets drinken? Heb je koffie toevallig? Ja. Heel graag. Dan pak ik even je brief. Ja. Heerlijk, man. Dankjewel. Kom erbij. Alsjeblieft. Prachtig. Beste Abel, ik ben Isan. Spreek ik het goed uit zo? Ja. Ik ben 10 jaar. Ik woon in Nieuwegein samen met mijn moeder en broer. Ik zou graag een taart willen maken voor Patrick, de vader van het buurtgezin waar ik nu een jaar bij kom. Omdat we het altijd heel gezellig hebben en we leuke jongensdingen kunnen doen, zoals voetbal, gamen en film kijken. Groetjes, Isan. Oké, en dan zie ik een prachtig ontwerp. Ja. Dan zie ik kikkertjes, colaflessen, M&M, een blauwe zak. Waarom een blauwe zak? Die vind ik het lekkerst. Oké, de blauwe. Ja. Zijn die anders dan de rode? Nee, het is gewoon elke zak. Bijvoorbeeld de gele is met pinda en de andere. En wat zit in de blauwe? In de blauwe zit een soort van koek. Oké. Even kijken hoor. We zijn hier in Nieuwegein. En Isha is 10. Ben je hier geboren? Nee, ik ben in Rotterdam geboren. Oké. En dan hebben we een moeder. Hoe heet zij? Sherifa. Heb je enig idee hoe oud mama is? Mama is 40. En dan hebben we een broer. Imran. Imran is 11. 11 jaar. Heb je geen vader? Nee, mijn vader is overleden toen ik nog in mijn moeders buik zat. Ach. Hij is overleden toen hij een bijbaantje had in de bouw. Toen was hij 17, 18 jaar en toen had hij asbest opgelopen. Toen is hij 39 jaar oud geworden en toen is hij overleden. Ai, ai, ai. Ja. Dus je hebt hem nooit kunnen kennen eigenlijk? Nee. En hoe heette papa? Said. Maar goed, hij heeft je broertje nog wel gekend? Ja, een jaar. Een jaartje. Nou, wat erg, jongen. Maar toen was er Patrick. Ja, ik ga nu elke maandag naar het buurtgezin, naar Patrick, Maud, Liv en Amee. Meteen uit school komen ze mij ophalen. Dan ga ik naar hun huis toe en dan gaan we leuke dingen doen. Oké. En waar wonen zij? Zij wonen in Vianen. Oké. En je komt er nu een jaar? Ja. Is niet moeilijk om dan zo bij vreemde mensen thuis... In het begin, de eerste paar weken, was het wel even wennen. Ja. Maar op een gegeven moment werd het wel normaal. Ja. En hoe oud is Patrick ongeveer? Patrick is volgens mij 46. Oké. En wat doet hij voor werk? Verpleegkundige. Oké. En Maud? Maud is kapster. Vandaar dat je haar ook zo mooi zit? Ja, oh, ja? Ik doe het zelf ook. Je doet het zelf? Ja. Geweldig, man. Hé, en dan wordt het dus voetbaltaart, want dat doen jullie ook graag. Ja. Zit je ook op voetbal? Ja. Op welk elftal? Geen. En dan gaat Patrick ook mee naar voetballen? Ja, hij brengt mij naar... dan ga ik zeg maar bij hun weg. En dan brengt hij me naar voetbal en dan komt mijn moeder me ophalen. Oké. Nou, ik wil er alles over weten. Maar laten we eerst even de tafel dekken, de boel versieren. Zullen we eerst even de handen gaan wassen? Ja. Oké. Goed. Een chique zeep, zie ik. Ja. Lijkt lekker. Zo, hoe gaat het op school? Goed. Ja? Wat zijn de leukste vakken? Gym, taal en rekenen. Oké. Waar is je broer nu? Mijn broer is op school. Zit hij op dezelfde school? Nee, hij zit op onderwijs bij de Evenaar. Speciaal onderwijs misschien? Ja. Waarom is hij zo speciaal? Ja, als er bijvoorbeeld iets bij hem vliegt, zoals een vliegje, kan hij zich helemaal niet eens concentreren op zijn werk. Snel afgeleid? Ja. Oké.
En daar heb je speciale scholen voor. Ja. Kijk, er staan allemaal van die Delfts blauwe bakjes. Die mag je leuk vullen met allerlei lekkers. En is hij nou rustig als hij thuis komt van school of is hij druk? Nou, het ligt eraan als hij bijvoorbeeld... Soms is hij wel heel druk, maar soms ook niet. Je broer, zit hij ook bij een buurtgezin? Nee, nog niet. Ik denk dat hij er wel heel graag. Want waarom jij wil en hij niet? Nou, het is zeg maar... Het is meestal best wel druk als wij er zijn. Dan gaan we bijvoorbeeld... Dan, als we dan op de PlayStation gaan of iets anders doen, dan, ja, dan hebben we soms wel eens ruzie. En dan gaan we soms wel eens schreeuwen. En dan vindt mijn moeder niet zo fijn. Soms dan wil ik op de PlayStation, maar dan mag het van hem niet. Uh-huh. En is hij van jou of van hem? Wij hebben hem gekocht voor hem, maar mijn moeder, voor zijn verjaardag, mijn moeder zei dat we moesten delen. Ja. Maar hij speelt soort van een beetje de baas. Over de PlayStation. Ja. Dus het is een beetje ook van jij naar de buurtgezin om een beetje rust hier te creëren. Ja, vooral voor mijn moeder. Ja. Kijk, jongen, leuk schort. Skinny jeans. Ja. Gaat dat nou niet moeilijk aan? Nee. Eigenlijk okay. Is een normale broek. Is het alleen maandag of doen we ook wel bijvoorbeeld als vakantie is? Ga je dan nog wel een keer extra? Soms ga ik wel in de vakantie, ga ik wel nog op vrijdag of woensdag. Okay. Maar wat is het nou leuker daar dan hier? Nou, hier verveel ik me soms. Ja. En dan weet ik niet zo goed wat ik moet doen. En daar ben ik eigenlijk de hele tijd bezig. En dat vind ik... Je favoriete voetbalelftal? Ajax. Mijn broer en mijn moeder ook. Oké. Heb je nog meer hobby's? Of wensen wat je wil worden bijvoorbeeld? Ik zou als ik geen voetballer zou... Want dat zou je graag willen worden? Ja, dan zou ik kapper willen worden. Want... Kijk. Dat lijkt me ook echt heel leuk. Heb je dat van Maud geleerd? Nou, ik vond het al eigenlijk heel lang leuk om mijn haren te doen. En ik doe het ook soms wel eens voor mijn broer. En dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. Ja. En doe je wel eens wat bij Maud? Soms knip ik daar wel eens. Wie knip je dan? Maud. Ach. Heb je een foto van hun, of niet? Nee. Niet. Is het bijvoorbeeld leuk? Wat heeft een kapper nodig? Een schaar. Een schaar? Ja, een waterspuit. Gaan we wat kapperdingen maken ook? Favoriete kleuren? Blauw. Pak even wat speksteenpoeder. Een beetje op het werkblad. Goed zo. Even uitrollen een beetje. En dan gaan we hier daar een schaar van maken. Gaan we ons maar even staan. Ja, een moment. Niet mijn vinger eraf rollen. Weer een beetje doen. Ja, goed zo. Keurig. Misschien is het slim om even een schaar te zoeken. Dan hebben we in ieder geval... Een voorbeeld. Oké, ga even zoeken. Alsjeblieft. Ik heb het gevonden. Keurig, prima. Oké. Want de eerste keer was wel een beetje eng ook voor jou. Ja. Het was ook spannend, want ik durfde eigenlijk bijna niks te vragen. Want wat willen ze allemaal van je weten? Je zei wat je lekker vindt en wat je hobby's zijn. Ja, wat ik niet lekker vind van eten. Dat ik bijvoorbeeld ook niet mag eten. Je mag geen varkensvlees? Nee. Want waar komt de familie vandaan, van jouw familie? Marokko. Marokko. En waar in Marokko? Ergens in de bergen. Moet ik dit rondje ook uit? Ik zou het wel doen, dan lijkt het duidelijker op een schaar. Ja. En wie wonen er allemaal nog in Marokko? Mijn opa en oma. Van je moeder of van je vader? Van mijn moeder. Heb je nou wel contact met de familie van je vader? Ja. Bijvoorbeeld de broers en broertjes van mijn vader. Mm-hmm. En ook de zussen en zusjes. Oké. Okay. En die wonen hier in Nederland of die wonen nog in Marokko? Een paar wonen in Marokko en een paar wonen hier in Nederland. Ja. Oké, okay, man, dat hebben we. Wat hebben we nog meer? Een haarfeun. Ik heb nog één zus, een halfzus. Ilhem, ze is 19 jaar en ze woont in Rotterdam. Oké. Okay. En heb je contact met haar? Ja, heel veel. Sinds wanneer? Eigenlijk al bijna sinds mijn geboorte. Oké. En jullie hebben dezelfde vader? Ja. En wat doe je dan met Ilhem? Leuke dingen zoals Jump Square, dus een trampolinepark. Of naar de Intertoys. Daar gaan we ook gewoon vaak. En mag je dan wat kopen van? Ja, en ik weet eigenlijk niet eens waarom ze elke keer... Want elke keer als we bijvoorbeeld bij haar gaan logeren... Ja.
dan ja, wil ze eigenlijk altijd ons een cadeautje geven of zo. Oh, want je broertje gaat ook mee? Ja. Oké. Okay. Want woont ze alleen of heeft ze... Ja, ze heeft een man. Oké. Okay. En ze gaan over een paar maanden gaan ze trouwen. Wow. En wordt dat echt een originele, traditionele bruiloft? Dat is mij nog niet verteld. Oké. Okay. Maar mag je komen, denk je? Ja. Oké, okay. Oh, wat leuk, man. Goed, dus je hebt toch wel mazzel. Ja, geen vader, maar je hebt toch wel allemaal leuke mensen in je omgeving. Ja, dat wel. Ja. Ik weet niet of dat op een föhn lijkt. Ik vind het wel. Ja. Nou, ik heb dit. Ja, die van jou ziet er wel mooier uit, vind ik. Laten we Patrick en jou gaan maken. Oké. Okay. Hoe ziet Patrick eruit? Patrick heeft lang haar, bruin, maar ook zeg maar, een beetje grijs. Hey, wat Patrick, kan hij zelf een beetje voetballen? Ja, heel goed. Oh ja? Ja, hij traint nu zijn eigen dochter, Liv. En dan gaat hij ook mee met trainen? Ja. En blijft hij dan ook kijken? Hij blijft 10 minuutjes kijken of zo. Oh ja? Gaat weer naar huis. Oké. Okay. En vragen die andere jongens dan niet, hey, wie is dat? Dat vroegen ze in het begin wel, maar nu niet. Je weet dus gewoon dat, ja, een soort van vader. Hey, want je komt er nu een jaar. Ja. Leuke dingen doen. Ook wel eens naar een filmpje samen? Ja. Vechtfilms? Nu kijken we een Marvel film. Marvel? Ja, Marvel. Dat is van Spider-Man. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ook zo'n superhero. Ja. Yeah. Oké. Okay. En die meiden, is dat ook leuk? Ja, ook heel leuk. Met Liv ga ik heel vaak voetballen ook. Joh. Oh ja, want die is goed, zeg je. Van gamen. Dat doen we ook wel eens. Hele bepaalde challenges, bijvoorbeeld wie kan de meeste kills maken of zoiets. Ja. Dat vind ik wel leuk om te doen. En mama kent ze ook? Ja, want zeg maar op het begin, ja, dan moest ik met mijn moeder dan komen. Tuurlijk, ze wil natuurlijk ook even weten waar is mijn kind. Ja. Vind je het een leuke buurt hier om op te groeien? Hier? Ja. Nou, klinkt heel raar om te zeggen, maar ja, maar ook weer niet van al die kinderen die hier schreeuwen. Ja. En vooral ook de buren. Die zijn heel irritant. Links of rechts? Rechts. En maken die lawaai? Ja, en links. Maken ze vooral lawaai. Links is zo'n klein jongetje. Uh-huh. Die schreeuwt de hele tijd. Och. Nou, kijk. Ja, ik vind jou zo mooi. Weet je wie het is? Ik. Ja. Er gebeurt er wel eens wat in de buurt. Ja. Er is laatst, toen wij de avond toen wij terugkwamen uit Marokko. Uh-huh. Nee, de avond daarvoor. Uh-huh. Toen was er hier een schietpartij. In de flat? Nee, voor de flat. Voor de deur. Oei. En is er laat de politie nog gekomen? Rijden ze hier nog wel eens langs. Ja. Is je moeder niet bang dat jullie in de criminaliteit belanden? Nou, als het aan mijn broer ligt, ja, een beetje. Niet in criminaliteit, broer, maar... Is je broer er gevoelig voor? Ja, een beetje. Niet heel erg. Heeft hij verkeerde vriendjes? Dat, ja, een paar. Oh ja? Vooral eentje. Hoe heet hij? Ik vind hem persoonlijk, vind ik hem niet zo aardig. Uh-huh. Maar hij vindt hem wel heel aardig. Want jullie slapen bij elkaar? Ja. Is dat wel veilig? Soms. Ja. Want gaan de ruzies dan door s'avonds? Nee. Meestal is mijn broer dan... Kijk, meestal dan hebben we zo van... Dan wil ik slapen, want morgen moet ik weer vroeg op, zeg maar. Mm-hmm. Of naar school te gaan. En dan zit hij zeg maar, de hele tijd tegen mij te praten. Maar bijvoorbeeld de volgende dag is het weer andersom. Dan zit ik de hele tijd tegen hem te praten en dan wil hij slapen. Ja. Dat is wel een beetje, ja. Zo maken jullie elkaar lekker gek. Een beetje. Ja. Ja. Ik zou nog even, als kapper wil je hem toch een beetje glans in zijn lookie geven. Hey, maar zoals je ziet heb ik een bad hair day. Het zit van geen kant, ik had geen gel. Zou je niet even voor mij een beetje en die baard een beetje op kunnen leuken? Ik moet uit vanavond. Ja, oké. Okay. Ach, kijk, hier hangen we. Ja. Hoe lang geleden is dat? Denk 5 jaar geleden. Oh ja? Toen had je nog langer haar. Ja. Nog kleine ventjes. En dit is de kapsalon, maar ik wil eerst nog even... Voordat je mijn haar gaat doen, zet ik even wat chocola op. Dan kunnen we daarmee schrijven zo direct. Ja. Zet eens op zijn laagst, alsjeblieft. Oké, okay, nou, dat kan geen last. Goed. Naar de kapsalon. Ik wil gewoon de hele behandeling, alsjeblieft. En dan wil ik een beetje zo dat het zo wordt zoals jou. Okay. Als dat kan. Wil je er ook zo in? Ja. En welke gel heb jij? Nu heb ik voor jou een redelijk zachte. Je doet weinig met een kam, hè?
Nou, dat komt niet. Oké. Okay. Heerlijk altijd, hè? Hoe je een koelkapsel of gewoon? Ja, ja, heel, heel cool. Het is ook een mannetje, als je wel veel wil ruiken. Oh ja, musk. Ik ga er niet veel in doen, want deze nee. Heel strak. Prachtig om te kammen. Hey, toen jullie klein waren, gingen jullie dan ook wel bij elkaar in bed als jullie bang waren of zo? Nou, niet bang, maar kijk, nu vraagt hij het ook nog wel eens. Dan zeg ik nee, want ik wil niet bij hem slapen, want hij stinkt altijd. Waar? Overal. Uit zijn mond of uit zijn voeten? Ja, dat vooral. Okay. Uit zijn oksels. Mm-hmm. Is hij goed? Ja. Okay, fijn. Ik zie bekers. Ja, deze is van mijn broer. Waarvoor? Toen werd hij kampioen. Met Gij Noord. Ja. Deze is van mij. En dat is de kapper wisseltrofee? Nee, dat is ook wel voetbal. Ik ben tweede geworden. Heel goed, man. Zo zag ik er een beetje uit. En die andere is mijn broertje. Volgens mij houden jullie wel heel erg van elkaar. Ja. Hey, ik ga even kijken of de chocola gesmolten is. Ja. En dan gaan we door met de taart. Kijk. Nu kunnen we de kam, de schaar. Fun. Zo. Ik vind dit ook wel een mooie ruimte voor een goede tekst. Patrick en Izan. Met schaar en schoen, kampioen. Hele leuke tekst. Goed zo. Oké, dan ga ik even een spuitzak met chocola pakken. Wat is je favoriete snoep? Deze M&M's. Oké, nou de tekst staat erop. Abel. Ja, vertel. Heb jij eigenlijk een vriendin? Nee, ik heb een vriend. Heb jij een vriendin? Ik heb heel veel vriendinnen gehad. Gehad? En ik heb er ook een. En wie is de huidige vriendin? Roos. En hoe ziet Roos eruit? Ongeveer net zo groot als ik. Aha. Ze is grappig. Goed zo. Lief. En aardig. Wil jij een snor? Ja. Dan ben ik een man. Hé, hey, hoe krijg je die vriendin allemaal zo? Nou, eigenlijk, ze stappen allemaal naar mij toe. Jo, heb jij weer even mazzel? En hoe doen die meiden dat dan? Nou, sommigen die durven niet te vragen, dus die laten andere vriendinnen het vragen. En wat vragen ze dan bijvoorbeeld? Of ik met diegene verkering wil. Maar dan zeg ik nee, want dat vind ik een beetje, ja, pussy-achtig. Ja. Dat je niet durft te komen. Hoe lang is het nou met Roos al? Wat langer dan een maand. Zo. En al een keer naar de film geweest? Nee. Wat hebben jullie gedaan tijdens jullie verkering? Spelen, buitenspelen. Aha. Wat is er dan anders met verkering? Nee, je doet gewoon leuke dingen met diegene. Meer leuk als als je geen verkering ja. hebt? Ja. Oké. Okay. Een ijsje kopen, eten of zoiets. En heeft ze je moeder al leren kennen? Nou, zeg maar, zij zat bij mij op school. En mijn moeder kent haar moeder al heel lang. Al vanaf de kleuterschool of zo? Ja. Oké. Hij wordt gezellig! Ja. Volgens mij kunnen we nog leuk publiek uitgevloerd zo tegen de rand aan. Hey, hij begint al lekker vol te raken, de taart. Ja. Ik vraag me af, waar ga je Patrick ontmoeten? Thuis. Thuis. Want het is geen maandag, dus hij verwacht je niet. Nee. Jij komt aan met de taart. Ja. Je belt aan, hij doet open. Mm-hmm. Weet niet wat hij ziet. Wat zeg je? Hoi Patrick. Ik heb een taart voor jou gebakken. Omdat ik het altijd gezellig bij jullie heb. En altijd leuke dingen doe met jullie. En daarom heb ik deze taart voor jou gebakken. Nou, dat vind ik hartstikke lief. Hoe gaat hij reageren, denk je? Heel blij, denk ik. En dan krijg je een hug of een high five? Of... Denk een knuffel. Een knuffel. Want zo goed bevriend zijn jullie al. Ja. Sinds wanneer knuffelen jullie dan? Nou, eigenlijk al best wel lang. Oh ja? Ja.
En wie is daarmee begonnen? Volgens mij Patrick. Oké. En dat voelt wel goed? Ja. Elke keer bijvoorbeeld als hij thuis komt, dan geeft hij me een knuffel. Oh, wat lief. Hey, dus kan je andere gezinnen die zeg maar een beetje in een moeilijke situatie zitten, ook een buurtgezin adviseren? Ja, als het nodig is, dan zeker. Ja. Maar jij zegt het is... Heel leuk. Ja. En zou je nog wel zonder kunnen? Nou, misschien over een paar jaar, maar ik denk dat het wel lastig gaat worden als het ermee stopt op een gegeven moment. Nou, goed man. Ik ben benieuwd hoe die gaat reageren. Ja. Kijk eens. Dit maakt het verschil, hè? Ja. Oh ja, voetbaldingen. Ja, kom even. Dank u. Hey, we kijken ernaar. Ja. Wat zeggen wij? Niks meer aan doen. Niks meer aan doen? Nee. Zeker weten? Ja. Goed dan. Bedankt. Dankjewel dat je er was. Heel graag gedaan. Succes met alles. Groet aan je moeder, je broer, de familie, je zussen, Patrick, Maud en de kinderen natuurlijk. Ja. En als je kapsalon geopend is, kom ik graag. Zit het nog steeds goed? Ja. Oké. Dankjewel. Ik hoop niet dat de taart valt. Ik hoop wel dat Patrick het leuk vindt. Hij staat in de keuken. Hoi Patrick, ik heb deze taart voor jou gebakken, omdat ik altijd elke maandag bij jullie mag komen en omdat ik altijd lekkere dingen met jullie doe. Wow, dat doet me echt heel goed. Kom gauw erin, kom gauw erin. Nee, jeetje. Ja. Wat tof. En is het ook nog voor een tv-programma? Ja. Wat dan? Taart van Abel. Nee, echt? Ja. Dat vind ik wel een tof programma. Dat is cool. Voor wie zijn die kappers haar? In de kam? Ja, ik hou erg van haren doen. Ja? Maud ook. Ja, Maud ook. Die is kapster natuurlijk. Hier ben jij. Hier ben ik. Hier voetbal. Heel cool. En hier een föhn. Je mag de taart pas eten als je raadt wat dit is. Het is een ballenpomp. Nee. Het heeft met haar, met planten te maken. Met planten spuit? Ja. Hey. Daarom wilde je weten wat mijn favoriete snoepjes waren. Maar lees even de tekst. Patrick en Isam. Met schaar en schoen kampioen. Oh. Echt blij met je. Ik heb ook nog een knotje. Ja joh. Hoe cool. Pak even een bordje. Ho. Een groot stuk. Nou Isam. Eet smakelijk. Ja. Oh, shit. Kijk, de appel kan koken. Ja, ik heb hem ook gemaakt. Ja, ik heb het ook gemaakt. Okay. Lekker. Hartstikke lekker. Maar deze? Het allerlekste. Heel lekker. Nou, nogmaals. Dankjewel, man. Echt heel tof. Echt heel blij mee. Dankjewel. Ik zal een tekening van jou maken.